Wanneer jij langs loopt en ik zie jou weer, dan denk ik aan die tijd van weleer. Telkens opnieuw, ik voel me de koning te rijk. Wow-oh. Voor deze man was het vorige week een hele speciale week. Hij heeft ontzettend lekker gegeten, heb ik mij laten vertellen. Dus een hele week komen eten. Maar hij heeft dat niet alleen gedaan. Er zijn namelijk ook twee collega's. Die wil ik er meteen direct maar even bij. Wat vind je van Christophe? Christophe is iemand die, vind ik zelf, vooral moet blijven zingen en niet koken. Hij had nog dan zijn gedeelde derde plaats heb ik vernomen, samen met jou. Ja. Dus jij zou het ook beter stoppen met koken. Ja, ik kook ook niet. Hè. Ik kook alleen maar wanneer ik er boestingen heb en wanneer ik heel veel honger heb, dan kan ik wel eens achter mijn kookpannen staan. Maar Christophe is een heel gedreven iemand en ik denk dat hij echt wel weet wat hij wil. En dat maakt hem misschien zo bijzonder. Hij laat hem niet vlug afleiden. Denk ook niet vlug ompraten. Hij heeft een gedacht. En dat is altijd goed als artiest. Als je gedacht hebt, is het niet. Dan je moet een gedacht hebben. Ja, Evelien, ik ga wel trouwen. Je moet een gedacht hebben. Je moet een gedacht hebben. Trisha, heeft Christophe een gedacht? Ja, zo goed ken ik Christophe niet. Maar ik heb hem tijdens het leuke avontuur beter leren kennen. En hij is een heel fantastische jongen die minder kan koken, maar zeer goed kan zingen. Dus ik kijk er enorm naar uit naar zijn zingen. Ah, kijk, voilà, ongelooflijk. Dus dames en heren, eerst een ontzettend geweldig groot applaus. Evelien Kaloot en Trisha, dankjewel om te komen. We staan hier op de cd-voorstelling van Christophe Chapsy. Wij kunnen de wereld aan. Ja. De hoeveelste cd zal dat je uitbrengt? Cd, single, het is de... dan moet ik even stellen, wacht hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6... De zevende, denk ik? Ik weet het even zelf niet meer. Alleszins, het zijn er al te veel waar ik van denk om op te noemen. Dus ik denk de zevende of de achtste. Ja. Nog nooit gedacht voor een volledig album te maken? Ik heb al een volledig album uitgebracht, ja, dat klopt. Dat is nu, denk ik, vorig jaar heb ik dat uitgebracht, in de zomer. Dat was heel erg leuk. Leuk dat ik dat al kan zeggen eigenlijk, dat ik een full album heb en ben ik heel blij mee. Ja, we hebben hier gehoord vanavond ook, je hebt toch al heel wat op je palmarès staan, als je ziet, ja, ook acteren zit er wel in. Maar je bent toch nog vrij jong, hè? Ik ben 26 lentes jong, of slash oud, maar inderdaad, ja, kijk. Ik probeer altijd alle kansen die ik krijg, die op mijn pad komen, die probeer ik te grijpen en daar probeer ik het beste van te maken. En inderdaad, ik heb al wel een aantal mooie dingen mogen doen. Maar ja, dat is ook de kansen die je krijgt natuurlijk. Ik ben heel dankbaar voor de kansen die ik gekregen heb. En die heb ik met beide handen gegrepen natuurlijk, ja. We hebben je ook gezien in Komen Eten vorige week. Ja. Hoe was die ervaring dan? Dat was heel erg leuk om te doen. Wel vermoeiend, want je bent ook van 's morgens tot 's nachts aan het draaien. En dat wordt dan uiteindelijk een aflevering van een half uurtje. Maar dat was heel erg leuk. Ik heb heel veel nieuwe gerechten mogen proeven. Zelf ook een beetje mogen ervaren hoe het is om in de keuken te staan en iets klaar te maken voor mensen. Laten we zeggen dat dat leuk was, maar niet noodzakelijk voor herhaling vatbaar. Want dat was niet direct mijn grootste talent, zeg maar. Ja. Het was toch wel leuk om naar te kijken, al die bv's? Leuke tv. Kijk, dat is natuurlijk het belangrijkste bij Komen Eten. Hè. Dus ik denk dat dat wel geslaagd is, ja. We hebben ook gezien, als jullie bij Loredana gaan eten zijn, jullie hebben die plaat zien hangen, die gouden plaat van Toe Fabiola. Is dat toch iets dat je toch ook nog wilt bereiken ooit? Uiteraard, het is natuurlijk een grote bekroning van je werk als je natuurlijk zoveel plaatjes verkocht hebt. Nu, de dag van vandaag is dat natuurlijk niet meer zo simpel. Hè. Dus verkoop van muziek in het algemeen is redelijk geslinkt ten opzichte van vroeger. Wat dat betreft zijn de gouden jaren echt wel passé. Maar dat neemt niet weg natuurlijk dat ik ambitie koester om mijn muziek aan zoveel mogelijk aan de man te brengen en zoveel mogelijk mensen te bereiken natuurlijk. Ja. Is de bedoeling om enkel in Vlaanderen te gaan of denk je ook toch daarbuiten in het buitenland door te breken? Voorlopig focus ik wel echt op Vlaanderen, die Vlaamse markt. Maar alles wat erbij komt is natuurlijk meegenomen. Ik heb een aantal optredens nu staan in het buitenland, waaronder Duitsland en Nederland. Dus wie weet is daar ook nog een leuke verlengde van de markt om te verkennen. Maar voorlopig ligt de focus wel op de Vlaamse markt. Ja. En we zien hier ook een leuke fles kava staan met een foto van jou erop. Is dat echt uit Komen Eten dat dat opgepikt is of waar je dat toch al wat vroeger mee bezig? Nee, dat is echt wel het idee is ontstaan omdat we met die Komen Eten aflevering eigenlijk blauwe kava geserveerd hadden. En dat werd toch wel een dank afgenomen. Dat werd wel gesmaakt door mijn drie vrouwelijke gasten.
Dus dan dachten we van waarom gewoon geen eigen kava op de markt brengen. Dat is een leuk product, dat is een beetje ludiek. En dat is iets wat, ja, dat is ook wel leuk om te zeggen als artiest, ik heb mijn eigen kava. Dus ik ben er wel blij mee. Het is een leuk elementje om aan terug te denken van de komende eten afleveringen. En is het ook een dat de vrouwen gaat verwennen? Is het een zoete kava? Uiteraard. Natuurlijk, ja, dat hoort erbij. Hè. Ja, zeker. Wel, ik ben benieuwd. Ga zeker en vast ervan proeven. Ik wens je alvast heel veel succes verder in jouw carrière. Wat je ook doet, tv of zingen, alles is heel veel succes. Heel erg bedankt, dankjewel. Zullen we samen even kijken? Ik vind dat een goed idee. En wat is de titel van jouw nieuw liedje? We kunnen de wereld aan. We kunnen de beest. We kunnen de wereld aan. Dat is waar ik voor wil gaan. Met jou. We kunnen de...